Och, dan tänker jag, tredje keer. Ik zei, ik ben naar de dag van juster. Ik zie me hier nog staan. Als je binnen kan, op maandag de morgen. Overal en weer en weer. De tredje keer alleen. Ja. Zo, wij hebben in de tijd met de regelgeving en de quotas hebben we het dan wel heel op het tumult wel beleefd. Met vissermen die opstandig winnen. En ik weet nog heel clear dat, dat het toen wel eens hard om hard ging. En dat een inspecteur van de Algemene Inspectiedienst hier opsluitend was. Onder het roem van het schip, verwering 66. En die man wien net nog aardig gestuurd. Dat ze zeiden, we gaan naar zee, we verzuipen je. Nou, die man weer licht getent, dat ze dan zei. Maar toen er werd een wal wie, ze hadden het net niet, toen er werd een wal wie, toen werd er net licht getent. Maar zo bleek weer al. He? Dus je had zich wel een helpen te afspelen, ja. Positief, meest positieve dingen. Ja, ik mag wel helpen te willen gewoon en samen in de mama kwam. Dus, maar dat is echt belangrijk, hè? Dat je toch wel weer wordt. He, je gaat hier een groot part van je leven werken. En mooi plezier trouwens. En dat houdt nou op. Ja. Ja. Dat is gewoon zo, en alle dingen komt een eind. En nou, die eind is ruw wat het werkbare betreft. Man, mag je mij wat vrijen? Jawel. Wat is dit voor man? Nou, het MRT is altijd fantastisch. En altijd goed van zijn. En ja, niks in veel. We hebben er net vaak gewoon terug met mijn zijn of zo wat heen, dat is ook wat werk. Ja. Wat net is. Zaterdag. Ja, dat is waar. Ik genies nog weg. Met de fleur erin houden. Ik wil er uren even voor luisteren en genies nog. Ja, dat zou ik nog wel. Nee. Dat, ja. Ja, super. Zaterdag. Niks om horen maken. Nee, helemaal niks? Nou, dat hebben we net gezegd voor de camera. Dat ben je wel op in eentje, maar dat houden we voor jezelf. Het is die het aan goed afgestomd, want die door de verkeer en die door de streelt de hele boel op en als er storingen ben in het stroomsysteem, dan komt die even opdraven en nou, ben de kwart mogelijk die doet alles erbij. Dus dan mag je hem straks zelf de boel opknappen? Ja, we kunnen zelf ook nog wel wat, maar ja, het is weer wel specialist, ja. Dat is wel. En dat zeg ik net alleen omdat er erbij zit, hè? Dat vind ik oorzaak zo. Oké. Okay. Ben geachte koper serveer? Voor de laatste keer krijgt u mijn mooie fluwelen stem te horen. Ja mensen, we gaan los. Goedemorgen. OC vandaag, de RW 50. School 2. Opgelet, school 2. Kabeljauw 5. Wijting 4. Heren, dat was het. Zoals gebruikelijk wens ik u allen een prettig weekend. En ik hoop u vaak nog in gezondheid te ontmoeten. Dankjewel. Ja, de laatste keer. We zullen hem de stoel verletten en de jas meenemen voor thuis. En dan is het gebeurd. Ik ben Sjoeke en dit is Vanita. We gaan vandaag met jullie kids power doen. We gaan eerst straks wat voer klaarzetten. En dan gaan we schoonmaken en dan gaan we voeren. We gaan allemaal wel meelopen. Dan gaan we naar de voerschuur toe. Het is leuk voor de bijen om te zien wat het werk is. Dus daarom is een dag mooi. Wat zijn jullie aan het doen? Vissen. En hoe vind jij het tot nu toe? Leuk. En waarom is dit leuk? Kan je me dat uitleggen? Nou, omdat je met je handen dat niet.
Hoe voelt het? Hoe verzorgt het de hele dag? Een prakje voor de vleermuizen. Dat lijkt op de kop. Dat is lekker. Paprika. Oh, dat lijkt echt op de kop. Nou, dat hok schoonmaken. Mag een kruiwagen naar achteren, ja? Kom naar binnen. Schatje. Zijn niet bang voor geitjes, toch? Nee. Nee. Hij poelt! Lekker, hè? Hij poelt! Wat vind je tot nu toe van deze middag? En wat heb je allemaal al gedaan? De frissen. Oeh, hij is bang. Zag je dat? In een emmer gedaan. Je durft het allemaal wel. Is het niet eng? Nee. Dan laten we hem hier wel staan. Laat hem staan. Goed zo. Kom maar. Weet je ook wie dit is? Nee. Oh, neusberen. Grappig stijf. Ja. Het leek me eigenlijk wel spannend zo'n dag met al die beren en al je gek voedsel en rare beesten. Ja, ze vindt vaak heel vies en ze is er nooit. Maar het is wel heel leuk. En wat is nou vaak het hichtepunt? Ja, het voeren echt wat je nou ook zegt, dat vindt ze echt geweldig. Nou, dan mag je wel. Dikker! Dan ga je er weer achter, dan loop je weer zo allemaal achter elkaar. Mag je wel achter lopen? Je mag niet. Schatje, ik wil aan jou geven. Ja, in de bek gegooid. Nou, de middag zit er bijna op. Wat vonden jullie er allemaal van? Leuk! En zouden jullie nu ook allemaal dierenverzorger willen worden? Ja! Eva, wat was het leukste? Ik denk de zeehondenvoer. En Julian, wat vond jij het leukste? Ik denk ook de zeehonden voeren. En Chloe? Zeehonden voeren. Pieter? Zeehonden. Die mag eigenlijk.